Ik vind het altijd heel bijzonder om terug te zijn in de Melkweg. Dit was waar we onze grootste verkiezingswinst tot nu toe vierden. En ik zat net boven in de kleedkamer en het was ook een moment dat ik weer moest denken dat het een van de laatste momenten was dat mijn moeder erbij was. Het was in 2017 en ik wilde eigenlijk helemaal niet dat ze zou komen naar die campagne. Ik ben nogal bijgelovig. Ik denk, ach, dat als ze erbij is, gaat het mis. En ik ben Jolijn tot op de dag van vandaag ontzettend dankbaar dat ze dat toch heeft geregeld dat ze hier was. En hierboven stonden we. We hadden net een fantastische overwinning geboekt. En toen zei ze, en nu moet je het waarmaken. Dit is het moment. En daar moest ik aan denken. Want dat is uiteindelijk waar we nu voor staan. We moeten het waarmaken. En daar wil ik het met jullie over hebben vanavond. Als we kijken naar het klimaat in Nederland, dan mogen we volgens mij heel positief zijn. De sfeer in het land kantelt. Duizenden mensen gaan de straat op, de scholieren die staken en zeggen, wij willen een eerlijk klimaatbeleid. Maar er is ook reden om achterdochtig te zijn. Om te denken, we moeten in actie blijven komen. Dat komt door de klimaattreuzelaars. Het was dit weekend, Sybrand Buma en Mark Rutte. Met de boodschap, bij GroenLinks willen ze veel en veel en veel te snel. Laten we maar rustig aandoen. Niks ervan. We gaan een haast maken. We moeten het waarmaken. Voor toekomstige generaties, voor onszelf. Het is aan ons om klimaatverandering werkelijk te stoppen. Het was afgelopen week dat ik ook weer eens ging lezen over de lobby tegen klimaatverandering, zeg maar de klimaatontkenners. En in 2010 is er een prachtig boek over geschreven. Merchants of Doubt, zeg maar de handelaren in twijfel. En daarin wordt heel mooi beschreven welke technieken er worden gebruikt door die klimaatontkenners. Eerst gaat het gewoon over het ontkennen. Het gaat over twijfel zaaien. Het gaat over vertragen. Komt later wel. Niet nu. En het zijn dezelfde technieken die ook worden gebruikt, of werden gebruikt, door de tabakslobby. Jarenlang werd er ontkend wat de negatieve gevolgen zijn van roken, van tabak. En precies diezelfde technieken die worden gebruikt in het ontkennen van klimaatverandering, in het tegenhouden van actie, in het klimaattreuzelen. En dat is de strijd die we met elkaar hebben te voeren. En ik maak me zorgen. Als ik leiders van zelfbenoemde middenpartijen zo naar rechts zie buigen. Uit angst voor de kiezer. Uit angst voor Forum voor Democratie buigen ze naar rechts. Zeggen ze, ho, rustig aan. Niet te veel haast. We moeten wel wat doen aan klimaatverandering natuurlijk, maar let op het internationale speelveld. Ze verschuilen zich. En daarmee is de campagneretoriek van dit weekend van Mark Rutte en Sybrand Buma onverantwoord. Het is niet tijd om klimaat te treuzelen. Het is tijd voor actie. En het is niet dat we niet weten hoe het moet. Weet je, er zijn tal van problemen in de wereld waarvan je kan denken, dit is zo groot, zoals we, hoe pakken we dit aan? Maar we weten wat we moeten doen. Onwijs tof dat jullie er zijn. En ik vond het ook een goede aanvulling. We weten namelijk precies wat we moeten doen. Om CO2 aan te pakken. Het is niet dat GroenLinks dit nog nooit heeft voorgesteld. De afgelopen 30 jaar hebben we voorstel na voorstel na voorstel gedaan. En nu weer. En ik beloof jullie één ding, we blijven die voorstellen doen. Allereerst moeten we ervoor zorgen dat we de doelstellingen in 2020 halen. De rechter heeft gesproken. De rechter heeft gesproken en gezegd dat we in 2020 de klimaatdoelstellingen moeten halen. En dat kan. Als we bereid zijn om kolencentrales te sluiten. Te beginnen met de Hemweg hier in Amsterdam. En als we dan toch net lekker bezig zijn met echt klimaatverandering aanpakken, dan gaan we gelijk door. Dan sluiten we niet alleen de kolencentrales. Dan komen we ook met een CO2-belasting, maar dan een echte. Wat er nu is voorgesteld op de klimaattafels, dat is een bureaucratisch gedrocht
wat we nog niet eerder hebben gezien. En het past bij de strategie van die klimaatontkenners. Oké, we zitten nu namelijk in de fase waarin ze wel meedoen. Ja, we moeten Parijs halen, is heel belangrijk. Het aanpakken van klimaatverandering is prioriteit nummer 1. Maar als het aankomt op maatregelen, gaan we dificulteren, gaan we moeilijk doen, gaan we het ingewikkeld maken, gaan we zorgen dat niemand er meer iets van snapt. Moet je je voorstellen dat we allemaal zelf afspraken zouden maken met de overheid over hoeveel belasting we gaan betalen. Lijkt me een prachtig voorstel. Ik denk niet dat we er in politicus mee akkoord zou gaan. Maar voor die grote bedrijven doen we dat wel. Dat is niet wat past in onze democratie. Daarin behandelen we iedereen op dezelfde manier. Deze bedrijven gaan in Nederland gewoon belasting betalen over hun CO2-uitstoot. En ik weet het, die bedrijvenlobby heeft nog een heel klein sprankje hoop. Hans de Boer, volgens wie ik levensgevaarlijk ben. Ja, als hij nou gewoon had gezegd levensgevaarlijk, nee, maar echt levensgevaarlijk. Er is nog een sprankje hoop bij hem dat die CO2-belasting er niet gaat komen. En ik zou vanavond willen zeggen, laat die droom varen, Hans. De CO2-belasting, die komt er. En we zijn lekker bezig. De kolencentrales gaan we sluiten. Er komt een CO2-belasting. Maar uiteindelijk mogen we niet doen alsof het niet het leven van mensen zal raken. De overgang naar mijn volgende zin ging bijzonder soepel. En de overgang naar een economie gaat wel veel soepeler. Maar we kunnen niet beloven, zoals bijvoorbeeld de VVD doet, dat er niks zal veranderen in de manier waarop we leven. Als we echt klimaatverandering willen aanpakken, als we het duurzamer gaan doen, dan heeft dat gevolgen voor ons consumptiepatroon. Dan zal het betekenen dat we minder vlees gaan eten. Wij gaan dit gewoon als vast onderdeel in alle meetups doen. Ik vind dit nu al priceless, heel goed. Maar ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat politici ook eerlijk zijn over de overgang die we hebben te maken. Mensen zijn niet gek. Mensen zijn bereid om veel te doen om klimaatverandering aan te pakken. En GroenLinks is daar eerlijk in. Want we hebben de afgelopen tijd veel kritiek gekregen. Op ons plan om kolencentrales te sluiten. Op ons plan voor de CO2-belasting. Op al die andere voorstellen die wij hebben om klimaatverandering aan te pakken. Maar ik heb maar één vraag aan mijn politieke opponenten die ons daarop aanvallen. Wat is jouw alternatief? Dit weekend werden we aangesproken door het CDA en door de VVD. Dat is tekenend voor de positie van GroenLinks nu. Nog nooit is GroenLinks zo invloedrijk geweest. En als de peilingen ons niet bedriegen, gaan we een fantastische uitslag wegzetten bij de Provinciale Staten. En gaan we in zoveel provincies meebesturen. En gaan we meer zetels dan ooit halen in de Eerste Kamer. En dat is cruciaal. Want wij moeten het klimaat aan een meerderheid gaan helpen. En daarvoor moeten we samenwerken. Want het komt niet vanzelf. Ik beloof jullie, ik weet het zeker, de tegenwind de komende weken wordt groot. Onze plannen zullen worden aangevallen. Onze ideeën zullen worden beschimd, maar onthoud, dat komt voort uit angst. Want ze zien waar GroenLinks toe in staat is. Ze zien wat wij met elkaar kunnen bereiken. In 2017 had ik het over GroenLinks, wat meer is dan een partij, maar een beweging. En vandaag de dag laten wij dat zien. Wij zijn een beweging die groter is dan ooit. Wij zijn een beweging die aan meer deuren gaat kloppen deze campagne dan ooit. Wij zijn een beweging die zichtbaarder gaat zijn online dan ooit. Wij zijn een beweging die op 20 maart de beste verkiezingsuitslag ooit gaat halen. En dat gaan jullie doen. Dat gaan wij doen. Wij gaan samenwerken. Wij gaan Groen aan de meerderheid helpen. Dank jullie wel.